Verschillende indrukken van dezelfde situatie. Kan dit tot misverstanden leiden? Ja, dit kan wel degelijk. En misschien is het gewoon heel handig om een voorbeeld te gebruiken. En laat ons het voorbeeld nemen van Joris. Joris is sinds begin dit jaar teamleider in een rust- en verzorgingstehuis. En hij heeft een aantal teamleden onder zich. En naar zijn gevoel loopt het team wel. Het loopt wel. Het gaat goed. Af en toe is er nog wel iets wat af en toe is bijgestuurd dien te worden. Of wat toch niet afgewerkt wordt zoals hij het in gedachten had. Maar door de band loopt het wel met zijn team. En het gaat ook steeds beter. Tot hij op een dag bij de personeelsdienst geroepen wordt. Voor een gesprek over zijn team. Zijn leidinggevende maakt zich zorgen. Want blijkbaar in de wandelgangen zijn er toch een aantal teamleden die niet zo tevreden zijn als Joris denkt. Het gesprek met de personeelsdienst levert eigenlijk niet zoveel concrete informatie op van wat nu eigenlijk het probleem is en waar het misloopt. En dus wordt eigenlijk het voorstel uitgewerkt om in het kader van een team-event eens te gaan kijken wat er nu speelt en hoe dat zou kunnen aangepakt worden. Van elk teamlid wordt een breinvoorkeuronderzoek gedaan. En als al die profielen naast elkaar gelegd worden, dan blijkt dat Joris een heel sterke voorkeur heeft voor beelddenken. Er zijn binnen het team ook wel een aantal andere mensen die de voorkeur hebben voor beelddenken, maar er zijn er evenveel die een voorkeur hebben voor een rationele denkstijl. En dat is het tegenovergestelde van een beelddenker. Een beelddenkende leidinggevende die gaat eigenlijk vanuit zijn eigen communicatiestijl informatie delen met zijn team of opdrachten geven. Een beelddenker heeft veel vrijheid nodig, dus het hoe iets gedaan wordt, wordt helemaal opengelaten. Er wordt wel duidelijk omgeschreven wat het resultaat moet zijn en wanneer de opdracht moet af zijn, maar het hoe wordt volledig opengelaten. Mensen met een voorkeur voor beelddenken, die hebben aan dit soort informatie voldoende om aan de slag te kunnen. Mensen die een voorkeur hebben om rationeel te denken, die hebben hier gewoon veel te weinig informatie mee. Die hebben meer het hoe en het wat concreter ingevuld nodig. Je breinvoorkeur hangt ook samen met jouw manier van communiceren, de manier van problemen oplossen en ook je manier van leiderschap. En dit is inderdaad een van de zaken die een probleem veroorzaakt in dit team. Anderzijds het goede nieuws was, door binnen het team al die profielen naast elkaar te leggen, gaan de teamleden onderling elkaars sterkte en minder sterke kanten ook veel beter begrijpen. En gaat er inderdaad op die manier meer aandacht zijn om elk teamlid zoveel mogelijk met zijn of haar talenten aan de slag te kunnen gaan. Waardoor eigenlijk de samenwerking gewoon veel meer verbetert en er inderdaad veel meer werk verzet wordt met veel minder moeite. Er wordt ook gezorgd om een open communicatiesfeer te krijgen, waardoor dat teamleden wel uitgenodigd worden om bijkomende vragen te stellen, als inderdaad de instructies van Joris te veel gericht zijn op beelddenkers. En aan de andere kant wordt Joris ook getraind om effectief af en toe zijn boodschap aan te passen, zodat ze zowel voor de beelddenkers als voor de rationele denkers perfect te begrijpen is. Met andere woorden, perceptieverschillen kunnen wel degelijk een verschil aan beleving van een bepaalde situatie geven. En dit gebeurt veel meer bij beelddenkers dan bij niet-beelddenkers. Als een beelddenker een team gaat leiden, is dit een van de valkuilen. Al te vaak wordt er dan gewoon van uitgegaan dat de beelddenker niet geschikt is om een team te leiden. En dat is niet zo. Maar als die communicatiestijl onaangepast is, dan klopt het wel dat inderdaad teamleden elkaar niet begrijpen. Mijn naam is Saskia Smet en ik begeleid beelddenkers in een werksituatie of privé. Ik help hen om eigenlijk zichzelf te blijven in een lineaire organisatie of een lineair georganiseerde wereld, waardoor ze wel resultaten kunnen behalen, maar vooral met veel minder moeite en stress voor henzelf.